Zullen we eens gaan beginnen? Alles is smeer. Ik heb een aantal dingen klaargezet. Wat power wipes. Een super cleaner. En we zullen dus beginnen. Komt er zo. Zo, het zand is ondertussen wel verder vanaf. Ik heb nu twee flesjes, eentje puur en eentje behoorlijk verdund met water. We gaan weer eventjes helemaal inspuiten. Dat al het vet goed los kan weken. Zo, dan heb ik er eentje met water en daar kan ik hem dan een beetje mee afspoelen. Spuit je het zand overal een beetje tussenweg, het komt nou goed los, het vet lost op en het zand spoelt weg. Het gaat er mij om dat ik in eerste instantie hem vast kan gaan pakken zonder dat ik meteen super smerige klauwen heb. En daarna gaan we hem uit elkaar halen. En als hij helemaal uit elkaar is, dan kunnen we hem echt de laatste hoekjes kunnen we allemaal veel beter bij. En nu kan ik echt niet overal goed bij. Kijk. Kijk, als je nou het verschil ziet met hoe het was, is het natuurlijk wel super. En dan zie je dus ook wat het nou het gemak is van een lekmatje. Je kan overal gewoon goed bij. Alle veiligheid blijft gecentreerd op een kwart vierkante meter. Het lekmatje is 50 bij 50 centimeter, dus dan heb je een kwart vierkante meter. En ja, je ziet het, alles rondomheen blijft gewoon netjes. En zo kan je gewoon ja, smerige dingen weer netjes maken zonder dat de boel smerig wordt. Met dank aan spilcontrole.
Sand zit er binnenin. Er loopt niet veel goeds. Tangetje. Even denken. Hier zit hij.
Zo, ik heb het motorblok nu echt, zeg maar, doormidden. Helemaal uit elkaar. Kijk, het begint al goed schoon te worden. Het is de moeilijke hoekjes nog. Maar ja, daar kan ik nou allemaal veel beter bij, omdat het allemaal uit elkaar is. En hier hebben we het andere gedeelte. Dit tandwiel gaat uiteindelijk naar het tandwiel wat de ketting aandrijft. Nou, zoals jullie zien heeft de krukas behoorlijk wat te lijden gehad. Het gaat ook niet echt helemaal soepeltjes meer. Maar het deed het allemaal nog wel. Maar ja, zoals jullie zien. Alles is smerig en vies. Kom maar kijken. Dit is de binnenkant van het motorblok. We kijken hier ook alles. Alles is vies en smerig. Dus er zitten nog heel wat uurtjes in om schoon te maken. En te zorgen dat alles weer helemaal picobello soepeltjes loopt, want anders gaan we die 100 km per uur natuurlijk nooit halen. Zo, na een dag hard werken ben ik al een heel eind. Ik heb al hier zo voor mij een aantal dingetjes liggen die ik al goed heb gekeurd om weer terug in elkaar te zetten. Kijk, alles is weer helemaal schoon. Ik denk dat het misschien bijna mooier is geworden als toen die nieuw werd afgeleverd. Kijk, kijk jongens. Schitterend. En hier zo binnenin, dan moet ik nog eventjes. Maar ik heb niet meer het juiste toeltje om daar goed bij te komen in die kleine stukjes. Maar de grote stukken, dat ging allemaal nog wel. Maar de kleine tool, die is op. Kijk. Mooi, hè? Ik heb zelfs heel de zuiger schoongemaakt. De zuiger die was behoorlijk aangetast langs alle kanten. Als je heel goed kijkt, binnenin er zit nog een klein beetje aanslag. Kijk, met name hier. Oei, 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 kijk. Daar zit nog behoorlijk wat, dus dat moet er ook nog uit. Want anders gaat die zuiger weer nooit goed aansluiten. Wordt die iets te groot. Kijk, zelfs het pijltje, oh, zoom. Zelfs het pijltje is weer terug zichtbaar geworden. En deze was dus echt gewoon ook helemaal zwart. En de cilinderkop heb ik ook al heel ver schoon gekregen. Ik heb, hij is helemaal geborsteld ook. Ik moet nou nog verder gaan met de kleine tool. Ook om overal goed tussenin te komen. Maar ik heb, zover als het ging, totdat mijn tooltje helemaal op was, ben ik doorgegaan. De caboteur, die is ook weer helemaal als nieuw. Alle andere onderdeeltjes die gebruikt waren, ja, die zitten er gewoon weer terug op. Maar, kijk, zelfs het tietje. Alles is weer helemaal mooi. De nummers zijn goed zichtbaar. De logo's, kijk hier ook. Het poeglogo is gewoon weer helemaal zichtbaar. Kijk, mooi hè. Ziet er echt als nieuw uit. Ja, dat is dan jammer. Heeft er iemand een tip hoe ik kunststof weer mooi netjes krijg? Want, kijk, het kunststof is nog niet helemaal netjes. Ja, deze moet nog verder schoon kijken. Kijk. Zo kan je heel goed zien. Zo was alles. Zo smerig als dit. Nou, ik heb, hier hebben we de originele cilinder liggen. Ik heb al even gekeken of, even kijken, waar zit nou? Ja, hier zit dit stukje. Kijken of we die ook weer schoon netjes krijgen en weer een beetje glimmend. Nou, dat kan dus. Kijk. Maar ook hier tussen weer, kijk eens. Overal zit nog zo verschrikkelijk veel. En nagaan dat dus gewoon dit de laatste 5% of zo is van het vel wat er tussen zat.
Maar ja, een toeltje om ertussen te komen is dus op, had ik al verteld. Nou, ik heb, ja, ik ben vrij ongeduldig, dus ik doe alles een beetje door elkaar. Ik was ook al begonnen met porting. Kijk. Normaal gesproken is het 12 mm. Oh, even 12 mm erbij pakken. Om goed blijven staan. Om goed het verschil te zien. Kijk, hij was 12 mm. Dit is 12 mm. Kijk, zo. Even op de goede hoogte ernaast houden, dan zie je het goed, het verschil. Kijk, zo groot was die. En ik heb dus met de hand, ik heb het niet geboord. Ik had geen grotere boor dan 12. En hij was al 12. Dus ik ben met de dremel aan de gang gegaan. Nou, de oplettende kijker die ziet al. Daar, even kijken, daar, dat er licht erheen komt. Wat heb ik nou gedaan? Ik heb een fout gemaakt. Ik heb te veel materiaal weggehaald. Waardoor ik hier de dremel ga. Nou, nee, is dit helemaal niet erg. Deze plek. En sowieso is het gewoon te repareren. Ik heb gezien hoe ze dat doen. En daar heb je een mooie twee componenten materiaal voor. Dat laat je 24 uur uitharden. En dan is dat echt net zo hard als metaal. Je kan zelfs 200 bar houden en 140 graden. Nou denk ik dat 140 graden... Aan de krappe kant is hier zo, maar er komt voor de rest geen druk op. En hij wordt opgesloten straks, dat stukje. En er komt geen tot weinig druk op te staan. Dus dat is nog wel weg te maken. Nou, naar boven toe. Ik ben nog hij is een beetje taps. Naar buiten toe loopt hij uit. Kijk, we zien daar de uitlaatpoort. Aan de overkant de uitlaatpoort. Die is nog niet bewerkt. Ik heb... we moeten de rest moeten nog gaan bewerken natuurlijk. Kijk, het leuke is... Dat je gewoon kan zien tot hoe ver dat je kan gaan. Kijk. Als je een klein laagje overhoudt, dan is het voldoende. Dus we kunnen hier nog behoorlijk wat winnen. Ja, deze kant ook. En dan hebben we de uitlaat. Andere kant is uitlaat. Uitlaat. Kijk. De uitlaat. Die. En je ziet het ook. Hè? Precies alles wat nog zwart is. Dat kan helemaal weg. Dus deze kunnen we ook tot 22 mm. Kunnen we die groter maken. Nou, dan ga ik even kijken of ik eerst een boor kan vinden. En daarna ga ik hem met de dremel ga ik hem helemaal nabewerken. Wordt nog helemaal gepolijst. Want ja, dit is de originele cilinder. Die normaal gesproken niet harder gaat dan 50 km per uur. Als je het zo hier vanaf boven al kijkt, dan zie je... Het moet nog helemaal afgewerkt worden. Maar het begin is er. Je ziet hem ook mooi wijd uitlopen. Dus dat gaat de goede kant op. En ik moet nog een nieuw toeltje hebben wat zeg maar zo puk om een hoekje kan. Dat ik ook die spoelpoort hier aan de zijkant kan gaan bewerken. Want ik kan er nu gewoon niet bij. Ik heb het al wel een beetje geprobeerd. Je ziet het hier zo. Kijk, ik heb gekeken of ik erbij kan. Het is in ieder geval al die 30 graden hoek. Die moet 30 graden moet dat afgewerkt worden. En, maar ja, daar ben ik allemaal nog mee bezig. Daar later meer over.